Deze nieuwsuitzending gaat over psychopathie. En als eerste wil ik een aantal filmpjes laten zien. Hele korte stukjes hoor. Die zijn wel in het Engels. Ik zal ze even helpen te vertalen, voor zover dat nodig is. En dan ga ik iets vertellen over wat ik zelf heb meegemaakt. Eerst luisteren we naar The Little Shaman Healing. Dat is denk ik een of andere... Ja, het is een vrouw. Luister maar naar haar stem. No, they don't. And they never will because they don't want to. This is probably the hardest thing for those who love a narcissist to understand and accept. They do not want to see you as a good person. They don't. They don't want to believe you, and they're never going to. They want you to be just as horrible as they believe they themselves are, and they will do absolutely everything they can to prove that you are. It is a vicious cycle, and the only way out is to stop participating in it. Hoppakee. Wat zij net zei, is die geesteszieke mensen, die willen niet geloven dat jij goed bent, of goed zou willen doen. Zij willen dat jij net zo verschrikkelijk wordt als dat ze zelf zijn. Andere mensen afzeiken. Gaslighting. Die ga ik even onthouden. Ik ga zo dadelijk vertellen hoe ik ben gegaslight. Dan deze. Dit is een mooie vrouw. Die heb ik nog niet eerder gekeken. Maar we gaan even luisteren. Integration, bringing you your Sana Q&A Mondays. I'm here answering a bunch of questions today. My list is getting longer and longer. If you want to leave a question for me to answer, check out the link in the description below the video. You'll be taken to my website. You will need to log into my website in order to leave your question there. And if you need a much quicker response, please look at the personal email support option on my website, innerintegration.com. I will answer your email within 48 hours with a very comprehensive answer to your question. So that's if you need more immediate and personal assistance, if you don't want to share your personal information out there as well. I do read all questions anonymously. I will never use intro zegt nou kom even op. Kom op internet. Word ik een reload doen? Dit is een therapeute, denk ik hoor. Oh, mijn internet is weg. Niks aan de hand. Hoppakee, daar zijn we weer. Hey everybody. Even sound uit. Dit is een therapeute. Dat kan bijna niet anders. Even in het midden en dan gaan we even de sound aan doen. Hier hebben ze het over een narcist, een narcissist op zijn Engels. 100% present with them in the moment. You're having a conversation, your cell phone's put away, your shopping list is put away, your thoughts about the day and the conversation, all that's put away, and you are just 100% present listening to this person. That is such a gift. How often do you hang out with someone who is 100% present with you, right? Very rarely. So be that example. Be 100% present with this person, even if they're not 100% present with you, right? Maybe you're at work and you're having the situation, and what's going to happen is people are going to feel that. People are going to start to feel good around you. People are going to want to be around you, and not for any other reason, just that like they feel seen, they feel heard, they feel like you're there when you're having a conversation with them. That is such a gift to offer people. Now again, I always have to say this to my audience, because my audience, we are recovering codependents, right? You have to have boundaries to that. You gotta have limits. You know, don't allow someone to take advantage of you. If they're taking advantage of you and manipulating you, cut that off immediately. You don't owe them that. But I'm talking about with people, you know, who are not like that, people who have a conscience, people who are not manipulative. Be fully present with them and see how that revolutionizes your interpersonal connections. Like, even if you are going to like a networking meeting
where you're going to have 30-second to 2-minute conversations with people. Be so fully present in that 30 seconds or those 2 minutes with that person that they walk away from there and they're like, man, I don't know what it was about so-and-so, but I really like her. I really like him. Like, there's just something about them. That's what it is. It makes people feel good, right? How many other people feel unseen, unheard, unnoticed, don't fit in, don't belong, right? You're not alone there. So that's one way that you can turn that into a gift for yourself and for other people. The other way is through authentic... Okay, dit stop ik even. Het is heel goed wat ze zegt. By the way. Ik heb een uitzending gemaakt over Martin Heidegger en het begrip da-sein. Het is totaal waar wat ze zegt. Ze staat alleen maar stil bij het overkomen van de devastation, de vernietiging. Het overkomen van de rotzooi. Die kwam doordat je opgevoed bent door een narcistische moeder. Goede adviezen die ze geeft. Het is de Inner Integration heet die site. Kan je het helemaal gaan luisteren. Deze, die heb ik al helemaal besproken, Rart. Echt een schat van een vrouw volgens mij. Even naar de luisteren, naar de stem, ja? I had changed my number and I just don't put it past her at all to find out whatever information she needs to. She's hacked into my email before. She can find me if she wants to, truly. But anyway, she called me then in May and left me a message. And apparently when you have someone blocked, it goes to your blocked messages. So I did receive the message like a couple weeks after the fact because I noticed that little blocked message thing on my phone. I am still struggling a lot. She ramps up, so I get super ramped up. Okay, dan stop ik. Als je het helemaal wil horen, dan... Ik heb een bespreking gehouden van Arthur Schopenhauer, zijn werk. En stilgestaan bij zijn essay over vrouwen. En dat is niet bijzonder positief. Maar dat mag. Hè. Arthur Schopenhauer mocht dat. Ik mag dat voorlezen. En dan heb ik daar een rectificatie op gehouden. En ik heb die beide afleveringen van deze dame, Abby. Ja, dit is part 2 en ik heb part 1 heb ik ook helemaal besproken. Kan je naar gaan luisteren? Wat je nu voornamelijk gehoord hebt, zijn dingen over het gebeuren. Zij zegt net van, ja, ik had er geblokt op mijn e-mail of geblokt op mijn phone, maar ik kreeg toch nog een berichtje binnen. En daar heb ik toch nog naar gekeken. Maar waar gaat het nou om? Hè? Dan heb ik een mooie anekdote voor jullie. De moeder van mijn kind en ik gingen naar relatietherapie. Vanaf dat mijn kind een jaartje was of 3. Dus therapeutje in, therapeutje uit. Nou, in juni 2008... Toen was ze door de mand gevallen bij de relatietherapeut. En die had tegen haar gezegd, je moet stoppen met die andere kerels of je stopt met het huwelijk. Kies maar. Maar dit kan je Perry niet aandoen. Waarop zij eieren koos voor haar geld. Tegen de therapeut zei, ja, we have a deal. En we bleven getrouwd. Dat kwam erop neer dat zij achter mijn rug om doorging met het een en het ander. Daar kwam ik later achter. Maar dat maakt zo iemand niet uit. In die zomer zijn we op vakantie geweest naar Duitsland. En toen ze thuis kwam, of toen we thuis kwamen, bleek na 2 weken dat ze zwanger was. Dat vond ik
ongelooflijk goed nieuws. Het deed mijn hart springen van vreugde. Ik zag mij al helemaal opnieuw naar het primair onderwijs gaan en zeggen, ja, ik heb er nog eentje aan te melden. Want ik vond het zo leuk, joh, om dat kind naar school te brengen en dat kind van school te halen. En ja, die van mij, dus ons kind, of mijn kind, moet ik eigenlijk zeggen. Ik vond in ieder geval altijd een leuk kind. Die was bijna klaar. Maar ik zou hem niet meer krijgen. Toen zei zij, was helemaal over de zeik, toen ze dus een blauwe dinges had, ze wist dat ze zwanger was. Zij helemaal over de zeik. En ik vroeg waarom. Nou, toen werd ze nog kwaaier. En ze zei, ik wil naar de dokter, want ik ben al, toen was zij 38. Ik ben al 38, ik wil naar de dokter. Nou, dat is goed. Trouwens, daar heb ik helemaal niks over te zeggen. Als zij naar de dokter wil, dan gaat ze naar de dokter. En na een aantal dagen vroeg ik aan haar, van, ben je al bij de dokter geweest? Heb je al een afspraak gemaakt? Dat vroeg ik, heb je al een afspraak? Dan zei ze, nee, ik ben er al geweest. Ik zei, oh, dat heb je helemaal niet verteld. Hé, hey, zei ze, er was toch iets tussen mij en de dokter? Ja, dat zal wel, dat zal. Nou, en wat kwam eruit? Wat was het, de conclusie van het gesprek? Nou, zei zij, een abortus, dat is prima te doen. En ik zei, wat? Waarom? Nou, dat wist ze ook niet, hoor. Maar een abortus moest ervan komen. Achteraf bezien denk ik dat ze zwanger is geraakt door dat vriendje van haar. Waarmee ze achter mijn rug om gewoon doorging. Peter Bosman heet hij trouwens. Als je hem ooit tegenkomt. Hij woont in Arnhemstraat. Een hele lelijke man. Misschien had hij haar wel gepaald. Want toen dacht ze, oh, 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 oh. Abporteren. Misschien heeft hij er wel gewoon verkracht. Zou ook een keer kunnen. Maar het is maar fantasie. Wat geen fantasie was, was dat ze een abortus wilde laten plegen. Daar was ik het niet mee eens. Zijn we teruggegaan naar de relatietherapeut. Dat hielp voor geen donder. Toen gingen we naar Nijmegen toe. Daar zaten twee vrouwen op ons te wachten. En aan haar werd gevraagd. Ze had trouwens die afspraak gemaakt zonder dat met mij te overleggen. Want waarom zou ze ook? Ik had er eigenlijk gewoon een breinaald moeten geven voor de verjaardag. Ai, wat een lelijke opmerking. In plaats van mijn agenda te verzetten om helemaal naar Nijmegen te gaan. En aan haar werd gevraagd wat het probleem was. Ze was inmiddels 10 weken zwanger, 12 weken zwanger. Dus hurry up, hurry up. Uiteindelijk liep het goed af, want er bleek in Den Haag een soort een NASA space station te zijn. En dan mag je echt, dan kan je denk ik gewoon je, ja. Het was 14 weken. Het kind dat schopte al. Was denk ik een jongetje. Die relatietherapeut, die was ook heel vrolijk. Die zei van, nou, als we zo begonnen zijn,
Daar zijn we begonnen op de verkeerde voet, dus laat maar aborteren. Ja, dat is ook goed. Alsof je daarover mag beslissen. Zij heeft die abortus door laten gaan. Ze heeft in de eentje is ze naar Den Haag gegaan. Ik heb nog gehoopt dat het openbaar vervoer uit zou vallen en dat ze haar afspraak zou missen. Want dan was ze echt over de uiterste abortusdatum heen. Want die bestaat wel. Als je 5 maanden zwanger werd, dan zwanger bent, kan je hier in Nederland geen abortus laten plegen. Maar dat ging allemaal goed. Hoe het ging bij dat gesprek, van dat instituut was er dan op gericht om te kijken of een abortus echt wel noodzakelijk was of was. Die vroegen aan haar wat het probleem was. Ja, zij knikte zo naar rechts en zei, hij is het probleem. En toen kreeg ik een spervuur van vragen over me heen. Of ik wel dit en of ik wel dat. Om het kort samen te vatten, ik deed elke dag de afwas. Ik deed 6 dagen in de week als eerste opstaan en ontbijt maken. 4 dagen in de week het warm eten op tafel zetten. We deelden het naar school en van school halen van ons kind, 50-50. En ik ging altijd mee naar familiebezoekjes van haar familie ook. En de rest deed ik ook. Financiën, bellen met de gemeente, bellen met volkshuisvesting, bellen met Jan de handige timmerman, omdat er kastjes gemaakt moesten worden. Oh, die kastjes heb ik ook allemaal gemaakt. Extra afvoer aangelegd. Ik deed de vuilnisbak, ik deed de lege flessen, ik hield de keuken schoon. 10 keer per week gaf ik de katten te eten en 2 van die katten waren van haar. Ik deed de planten. Jesus died for somebody's sins, but not mine. In vergelijking tot haar. Dat is geen christelijke opmerking, maar ik heb hem wel gezegd. Nou, toen richtten die 2 vrouwen het woord terug naar haar. En ze zeiden nog heel grappig, die man van jou is een moeilijke man. En die moet je hebben. Ja, dat lijkt me ook. You know pussy around with me. Meet Mia. Beetje Europees Engels. Erg boos ben ik in principe. Mijn kind is gedood. Door een idioot. En mijn andere kind, ja, die is nog in leven. Die is 17. Die heeft ze niet kunnen aborteren. Wilde ze ook niet. En ze misbruikt mijn kind. Ze ziet mijn kind als een object. En mijn kind die neemt daar genoegen mee. Mijn kind is een empaat. Ja, daar hoef ik maar knip tegen te doen of dingen tegen te zeggen. Ik heb er nooit ruzie mee gehad. Ik heb er nooit straf hoeven te geven. Het is alleen maar, lieve schat, nu moeten we dit. Dat is altijd goed. Zij maakt daar misbruik van. Die moeder dan. Weet totaal niet waarmee ze bezig is. En wie wel eigenlijk? De mensen in de buurt. Die, toen ze die abortus had. Of abortus moet je zeggen. Maar abortus is dan voor. Toen ze die abortus had gehad. Heeft ze in de buurt lopen vertellen dat ze een abortus heeft laten plegen omdat ze verkracht is door mij. Zij zou dus door mij zijn verkracht in de zomer van 2008. En ik zeg tegen haar, hoe kom je daarbij? Wanneer was dat dan?
als ik haar zag, was mijn dochter altijd in huis. Ik zag haar bijna nooit zonder dat mijn dochter erbij was. Dat was alleen maar als mijn dochter ging logeren. Dan had ik haar, de moeder van mijn kind, voor mezelf. Voor de rest was mijn kind altijd in huis. Ja, een keertje spelen bij een vriendinnetje of zo. En ik denk toch niet dat ik haar verkracht zou kunnen hebben met mijn dochter in de buurt. Dus ik zeg tegen haar, dat is helemaal niet waar. Ik heb je helemaal niet verkracht. En zij lachen. Ja, ik weet dat jij gelijk hebt. Maar ik vond het een goed idee om het wel zo te vertellen. Want dan krijgen tenminste de mensen in de omgeving, in deze buurt, het juiste beeld van jou. Dus wat ik zeg is niet waar, maar het helpt wel naar de waarheid toe. Want jij bent een rapist. Een verkrachter. En dat wilde zij gewoon exposeren. Het is nooit gebeurd, daar niet van. Maar die gedachte heeft ze wel. En die moet geuit worden. Ja. De verjaardag van mijn dochter. Daarop volgend, want we hebben het over een abortus was november 2008. En in december 2008 werd mijn dochter 9. Toen heeft ze ervoor gezorgd dat mijn dochter op de feitelijke verjaardag niets anders kon krijgen dan 2 IOU's. Gewoon 2 A4'tjes die ik nog had weten te printen met de inkjet printer. En nog een kleurtje erin. Ik had er ook geen rekening mee gehouden. En dat was het. En in februari daaropvolgend, februari 2009, heb ik met mijn kind voor die moeder, die absoluut ja, heel vreemd gedragige persoon, een bos rode rozen gekocht. Daar ging ze helemaal vanuit de dakken. Ging ze krijzen, jongen. En dit meisje, deze jonge vrouw, zij is iets van 29. Die moet kappen met de moeder. Ik ben inmiddels gekapt met die vrouw. Door de sms'en die ik aan haar terugstuurde van die hele. Ja. Uiteindelijk was het gewoon oké. Gewoon een O en een K. Doei. En dat moet je gewoon lekker lang volhouden. Ze heeft ook echt, heel vaak moest ik haar nog in levende lijven ontmoeten. En dan kijk je gewoon langs iemand heen. Je kind heeft dat niet in de gaten. Maar je kijkt net als André van Duin. Ken je die truc die André van Duin deed met Corrie van Gorp? Je kijkt gewoon naar iemand zijn tussen de ogen in, waar de Hindoestanen zo'n vlekje doen. Je kijkt als het ware naar de pijnappelklier. Niet naar de ogen. Niet in de ogen kijken. Dat is heel belangrijk. En toen kreeg ze in de gaten. Dan zat ze bij de advocaat voor de ouderschapsovereenkomst, waar zij zich helemaal nooit aan gehouden heeft. Dat is echt een lachertje van hier op Tokio. Maar wel lekker duur. Niet voor haar natuurlijk, want zij krijgt een forfaitaire aftrekking van de, weet ik veel, vakantiegeld of zo. Een eenmalig bedrag. Ik niet. Ik moest per uur €95 betalen. €95. Daar kan je 4 avonden van naar de kroeg. En dan ben je iedereen zijn vriend. Dus ik zat daar voor €95 per uur, tandenknarsend,
zonder tandartsvergoeding te luisteren naar dat gewauwel van haar. En zij zei dus heel boos tegen die mediator, was ook een vrouw, die was ook een vrouw. En die had ook net een kind. Ook zijn eigen wijze, nou ja, goed, maakt niet uit. Erg empathisch was ze, hoor. Nou. En zij zo tegen die mediator, ja, en de laatste keren, hij kijkt me niet meer aan. Nee, ik weet gek. En gewoon volhouden. Nutteloze berichten, niet op reageren. Alles wat van nul en geen, nergens op inhaken. Geen adviezen, niet vragen hoe het gaat. Gewoon mijden als de pest. Het is het beste, hoor. Kijk, dat mensen hun Bijbel niet lezen. Ik heb een hele mooie uitzending gemaakt over Marokkanen. Die staat nog niet live. Ja, de mensen geen Bijbel lezen, dat is tot daar aan toe. Maar wat heb je dan wel gelezen? Dus een infidel, een ongelovige, is niet per se dat je een bepaald boek wel of niet in je boekenkast hebt staan. En dat er aan je gevraagd wordt, wanneer heb je voor het laatst een pagina gelezen? En als dat langer dan 7 maanden geleden is, dan ben je een infidel. Zo werkt dat niet. Hè? Infidels, dat zijn mensen die niet willen geloven, niet kunnen geloven. Dat wat hun karma is, een vorm is, dat allemaal past in het plan van de Heer. Vooral niet bij mensen die in hun jeugd mishandeld zijn. Mijn dochter is dat ook door haar moeder. En dat gebeurt nog. Ik heb hier een hele lijst hangen. Wat die persoon allemaal heeft uitgefroten. Ik doe mijn dochter op pianoles of keyboardles. En zij scheldt haar daarvan af. Daar ben je te stom voor. Ja, dat kan niet. Schande over haar, hoor. Mijn dochter die wilde op drumles. En zij schelde, jongen. Ah, daar ben je te stom voor. En je oefent niet goed. En ik wil dat je er vanaf gaat. Mijn dochter helemaal in tranen. Voor de zoveelste keer. Een ernstig ding. En ik spreek haar helemaal niet meer. Ik stuurde echt nooit meer een sms. Ik zie mijn dochter ook niet veel, moet ik zeggen. Maar dat hoeft ook niet. Ik heb haar laatst gezien bij een barbecue. En dat ging prima. Binnenkort ga ik je even bellen. Dan kletsen we wat. Ik heb er ook niet veel aan toe te voegen. Ik snap reuze goed dat zij gehecht is aan haar ouderlijk huis en dat zij om wil gaan met haar moeder. Als ik mijn kind spreek, dan vraag ik wat dingen en dan zegt ze wat tegen mij. Dan zeg ik hartstikke goed, Karel. Ja, dan denkt zij ook van, nou, ik ben klaar met mijn vader. Die vindt toch alles goed. Ja, zo is het ook. Nou, wil je echt dingen horen die zorgelijk zijn? Die heb ik wel gehoord. En dan zeg ik tegen haar, wat vervelend voor je. Dat is helemaal niet leuk. En hoe voelde je je toen? Er was een keer dat... Dan zat ze nog op drumles en haar moeder was bezig om haar van drumles af te krijgen. Ze had die fijne vriend van haar.
die graag met haar wilde plassen in die tijd dat ze nog klein was. Ja, inmiddels hoeft hij dat niet meer te proberen. Want als hij nu tegen mijn kind zegt van zullen we samen gaan urineren, dan zegt ze vies buik. You're a dirty old man. Ja, toen geloofde mijn kind alles. Ik geloofde ook nog in Sinterklaas. Het heeft me heel wat moeite gekost om haar van dat geloof af te helpen. Dat was in die tijd van die plasseks. Mijn kind was toen 3, 4. En later, mijn kind was 10, heb ik haar een heel mooi, superhandig. Het was een Chinese bouwkit. En dat was een drumstel. Dat hebben we samen in elkaar gezet. Voor haar verjaardag. En dat ding opgesteld in haar slaapkamer. En zo groot is die kamer helemaal niet. Dan ging ik daar weg. En dan hoor ik dus van mijn kind dat ze haar moeder had bezoek van die fijne vent van die plassex. En de moeder had gezegd, Je moet gaan oefenen. Nou, dus Nina gaat gedwee naar beneden. En gaat achter dat drumstel zitten. En gaat oefenen zoals haar dat geleerd is. Namelijk, dat je hoeft niet gelijk te gaan. Als je een ritme wil leren, dan doe je dat eerst door gewoon te tikken. Gewoon tikken, de tik, de tik. De tikken, de tikken, de toek, toek, toek. Tikken, de tikken, de tik. Je moet eerst de hele feel hebben. En als dat ritme erin zit, dan ga je het volume opvoeren. Dus Nina begint netjes zoals haar leraar dat geleerd heeft. En de moeder die hoort haar dus niet drummen. Dat kan ze ook niet horen. Geen goede oren of zo. Maar nu wat kwaad, jongen. En die zegt, die deden ze de deur naar beneden met een klal open en die blurt gewoon van bovenaf de trap. En als je nou niet begint met oefenen, dan ga je van drummen af. Nou, ik vroeg dus aan mijn kind, van, wat voelde je toen? En toen zei ze, nou, ik was enorm geschrokken. Ik zei, wat vervelend voor je. En toen daarna, zei ze, heb ik een beetje gehuild. En daarna ging het wel weer. Leuk hè, moeders. En die man, die heet Hans van Soest. Die stond er met zijn neus bovenop en die lachte erbij. Die had zoiets van, ja, aanpakken, dat tuig. Als je hem in dienst hebt, ontsla hem. Dat bedoel ik ook voor Peter Bosman. Hetzelfde laken het pak. Zo ga je niet met kinderen om. Die moeder, ik was een keer, dat was in 2008, en dat was ze zwanger. En we moesten naar een feest van mijn familie. Of was het 2007? Nee, dat moet 2007 zijn geweest. Dat was een jaar daarvoor. We moesten naar mijn familie. In Amstelveen. En die hadden een receptie. Tenminste, mijn jongste oom, die is 6 jaar ouder dan ik. En zijn nieuwe vriendin. Hadden een huis, een huurhuis. Echt heel mooi, aan het water. Prachtig, hele mooie lange tuin.
Met een steiger. Je kon daar gewoon vissen. Met een vergunning natuurlijk. Of je gaat stropen. Dat kun je ook doen. Gewoon een lange lijn uitgooien. En dan 's morgens voordat de buren wakker worden, de lijn even binnenhalen. En al die paling is van jou. Beetje wurmen kopen bij de viswinkel. Jam jam. Niet die wurmen opeten natuurlijk. Dan wordt het te grappig. Het was echt heel erg. Zij begon gelijk te kakelen van ja, dan komt het kind te laat in bed en dat kan niet. Het was een zaterdag. En de receptie die duurde tot 7:30. Ja, dat betekent dat als je om 5:00 komt, dan kan je om 6:30 weg. Meer niet, het is een beetje koud vlees eten, wat worstje, nee, ja, worst dus, koud vlees en wat kaas en olijven, witte wijn, rode wijn, bier, cola, sinaas, vruchtensap en spaarrood. Spaarblauw. That's it. Sigaretje roken op de steiger. Dus ik zei van nou, we arriveren daar gewoon om 5:00. Dan kunnen we daar met goed fatsoen om 6:30 pleiten gaan. En dan zijn we om 7:30 thuis. Nou, dan kan het kind naar bed. Vond ze goed, zei ze. Zeg, nou, dan plan ik dat ik om 3:30 bij de woning ben met de auto. En daar hebben we namelijk een 30 minuten speling. Het is een uur rijden naar Uithoorn. Het is niet helemaal Amstelveen Uithoorn. Dus we hebben dus een 30 minuten speling. 3:30 ben ik hier met de auto. Nou, ik de stad in. Ja. Ik moest boodschappen doen. Chloor, toiletpapier. Alles reiniger. Een paar pakken melk. Turkse yoghurt, zeg maar. Toen had die Turk, want ik moest ook een cadeau kopen voor mijn jonge oom, en die Turk die had geen cadeaupapier. En toen dacht ik, shit, de fokkie. Want dan, dat had ingehouden, want ik had gekeken of er nog cadeaupapier was. Maar dat was Sinterklaaspapier of kerstpapier, ja. Dat is niet echt cadeaupapier, hè? Want het was augustus. En toen zei die man, dat maakt niet uit. Want mijn neef heeft dan wel cadeaupapier. En die had een winkeltje 3 panden verderop. Ik zei, ja, zucht. Hij zei, nou, dan laat je boodschappen maar staan. Ga maar een wandelingetje maken. En kom je ze dadelijk terug en dan is het ingepakt en wel. Ik zei, oké. Okay. Ja, toen kwam ik dus langs een andere Turk en dat is een kapper. Ik denk, nou, ga ik even naar de kapper. Kom ik om 3:15. Kom ik binnen, dus een kwartier voor de afspraak, kom ik binnen met de boodschappen. En zij begint te krijzen. Ze liep nog in haar onderjurk. Ze had helemaal nooit een onderjurk aan, maar nu had ze een onderjurk aan. Oké, best. En schelde. Wat doe je hier zo vroeg? Je zou hier om 3:30 pas zijn. Nou, ik haar uitleggen van ja, ik ben niet te vroeg. Ik ben boven schema. Buiten schema. Want ik had gemikt om 3:00 terug te zijn met de boodschappen. Ik heb 30 minuten nodig om de auto te halen. De auto die stond toen. En nu, ik heb nu nog steeds een auto, maar dat is 30 minuten lopen. We woonden in het centrum van Arnhem en
Dat parkeervergunningsprincipe, privilege, ellende, daar ben ik mijn geloof in verloren. Dus ik zo snel mogelijk die boodschappen, alles wat in de koelkast moest, in de koelkast zetten. De rest even op tafel. En dadelijk uitgepakt, klaar. Tas in de hoek. Cadeau op tafel gezet. Autopapieren gepakt, sleutels gepakt. En wijdbeens. Doen. Op weg naar de auto. Ik heb 10 minuten minimaal verloren op mijn tijd. Hè? Doordat die Turk geen cadeaupapier had. Dat knippen was echt 10 minuten hoor. Dus, in geval van mij dus. Hè. Gewoon tondeuze erop. En dan eventjes van die spiritus ellende. Je oren helemaal wegbranden. En dan hup, roze water. En ik sta weer buiten. 10 minuten man. Met een goede tondeuze. Maar die hebben die Turken wel hè. Nou, ik kom dus terug met de auto om 4:10. Dus ik had 10 minuten verloren op de tijd en nog steeds 20 minuten ruimte. En madame die wilde auto rijden. Ik wil daarheen rijden en jij moet terugrijden. Zo. Vond ze een geinig, want dan kan ik geen alcohol drinken. Maar wat maakt mij dat uit? Dus dat vond ik allemaal goed. En mijn dochter, in die tijd, die werd computerveeg. Dat vind ik een mooi Duits woord. Hè? Computerhandig. Dat wilde ze ook echt. Papa, hoe werkt dat eigenlijk? En zij natuurlijk, want ze zag mij bezig met mijn dochter, met de computer. Dat is niet goed. Dat is straling. Dat is straling en dan ga je dood aan. Uit! Mijn dochter mocht wel tv kijken. Wel naar Disney-troep. Disney-troep vond ze prima. Als zij maar mee mocht kijken. En dat kon ze wel begrijpen. Hè? Bambi en zo. En Lassie. Die angstaanjagende kinderfilms. Maar gewoon een kindje op de computer laten. Daar werd ze helemaal gek van. Daar heb ik de aanval geopend en haar iets laten zien. Van kijk, dit is Sim City. Simulation stad. Simulatiestad. En het enige wat je doet is je legt een weg aan. En dan krijg je credits. En dan kan je nog meer bouwen. En dan zet je een fabriek neer. En dan maak je een woonwijk. Gewoon kijken hoe ver je komt. Wie bouwt de mooiste stad? Daar is toch niks mis mee. Nou, dan mocht mijn dochter dus SimCity gaan oefenen in de auto. Zij zou rijden. En we stappen dus in. We gaan lekker toet, lala, gaan we weg. Oh, het waren het cadeau vergeten. Nou, mijn schuld. Terug, het cadeau ophalen. Trouwens, we hadden een speling van een kwartier of zo. Stelde allemaal niks voor. Zij luisterde naar mij en mijn dochter. Want mijn dochter had heel veel vragen. Wat ik had opgestart was X11. Als je het kent als ICT'er. X11, dat is een Unix-omgeving. Dat heb je alleen maar open source. Het is echt heel oudbollig. Een oudbollig. O-U en dan bollig, zoals je het zegt. Oudbollig. Ouderwets. Stelt niks voor. 16-bits grappigheid. Maar wel in het Engels. Dus mijn dochter de hele tijd. Papa, wat is dan dit? En ik zei, nou, dat is waarschijnlijk. Klik nog eens daar. Waar, mijn dochter kan momenteel perfect Engels. Hoe denk je hoe dat komt? Dus ik lekker bezig met mijn kind. En zij zo over de Apeldoornse weg.
Die loopt vanaf het centrum van Arnhem naar de A12. Daar waren we ter hoogte van het mooie park. Sonsbeek. Zie je dan in je linkerhand. En toen werd ze helemaal link. Computer dicht! En ik zo, wat? Want het was helemaal afgesproken dat mijn kind SimCity mocht doen. Want daar is niks fouts aan. Kijk, een first person shooter waarin je Israëlische soldaten overhoop moet schieten. Met minimaal 10 Palestijnen per Israëliër. En dan krijg je bonuspunten. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om SimCity. Een strategiespel. En dan een hele eenvoudige versie. Het kind moest alleen maar een beetje Engels leren, meer niet. En later heeft ze heel veel SimCities gedaan hoor, met de iPad. De planten water geven, je kent het wel. Ja, de computer moest dicht. Nou, toen begon ze te miepen tegen mij. Van ja, ik ben helemaal over mijn zeik, want ik moet naar een receptie toe. Waarop ik heel vriendelijk tegen haar zei, dat moet je helemaal niet. Dat is gewoon waar. Die receptie, dat is alleen maar voor mensen die dat leuk vinden. Als je hoofdpijn hebt of een ontstoken linkerteen. Of je moet je dakgoot repareren. Nou, dan zeg je gewoon, ik moet mijn dakgoot repareren vanavond. Het kon wel eens gaan regenen. En dan bel je af. Nou, daar stonden we voor het stoplicht. Het is de oprit naar de snelweg, de A12. Die gaat naar Utrecht en dan moet je omhoog naar Amsterdam. Arnhem, Amsterdam. Ik haal alles door elkaar. En dan moet je omhoog naar Amsterdam. En het begin dus van de A12. Toen zei ze tegen mij, nu is het genoeg geweest. En ze stapt uit. En doet de armen over elkaar, of de handen in de heup, of in ieder geval, ze begint te stampen op de grond. En ze schreeuwde zoiets als, ga jullie maar. En het grappige was, zij had nog steeds die onderjurk alleen maar aan. Geen tas bij zich. Geen sleutels. Mijn dochter die brak uit in paniek. En die begon te schreeuwen. Mama, mama. Ja, die zag ook wel de ernst van de situatie in. Ja, toen heeft zij zich bekoeld. Ja, ze kreeg het waarschijnlijk ook gewoon echt letterlijk koud. Want het was volgens mij niet echt heel warm weer. En ze is ingestapt en gaan rijden. En die receptie was prima. Dat was echt heerlijk. Achteraf denk ik, wat zou er gebeurd zijn als ik haar gelijk had gegeven. Op dat moment had gezegd, okidoki. I will see you when I get there. Ik ga naar die receptie met mijn kind. Wat zou er met haar gebeurd zijn? Had ik dat mogen doen? Ik denk het wel. We hebben nog wel meer akkefietjes gehad. Ik had hem nog wel vaker aan de kant van de weg kunnen laten staan als de eerste beste stoepmoeder.
Vrouwen die geen enkel verantwoordelijkheidsbesef hebben. En wel die kinderen claimen. Het is mijn kind. Het is mijn robot. Maar dat ging maar door, joh. Ze maakt mijn dochter doodmoe. Heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Dat incident aan de snelweg, dat heb ik besproken bij de relatietherapeut. Met haar erbij. En de conclusie was dat ik was 10 minuten te laat. Dus het was mijn fout. De relatietherapeut zei nog tegen mij, met een glimlach. Heb je het goed begrepen? Jij mag nooit meer te laat komen. Ja. Ik mag nooit te laat komen en zij kwam te laat, jongen. Het aantal uren dat ik op haar heb zitten wachten. Tientallen of honderden. Altijd nog wat anders te doen. En mijn kind, die zit in dat huis nog steeds. En ze gaat binnenkort studeren. Ik hoop dat ze op kamers gaat wonen. Desnoods. Sorry, even niet zo. Bij mij. Dat laatste liever niet. Liever heb ik dat ze in een studentenhuis gaat wonen. Met leeftijdsgenoten. Leuke feestjes als het tijd is om te feesten. En afscheid neemt van die ellende. Want dat was het. Een psychopathische man. Ja, meestal, ja, de vrouw krijgt hem vrij makkelijk uit huis. En sommige vrouwen wachten daar te lang mee. Maar als je een psychopathische moeder hebt van je kind, dan heb je het een stuk moeilijker, hoor. Omdat je kind, daar ging het jou om, toch? Dat jij de wil van de Heer wilde vervullen. En een kind een mooie jeugd bezorgen. Naar jouw eigen inzicht. En dan goed opletten. Maar als jij dus een psychopathische partner hebt als man. Ja. Want die moeder, die krijgt het kind. En kan je kind daartegen? Mijn strategie is geweest dat ik mijn kind alle vrijheid gaf. Zoals ik dat deed toen ik nog thuis was. Als er dan weer wat gebeurd was, ze had een tentamen Duits en had ze een 4 voor gekregen. En zij heeft ook mij, even tussendoor, de onvoldoendes die zij scoorde op school, hoorde ik eerder dan haar moeder. Wat heet een vertrouwensrelatie? Hoe spel je dat? En elke keer als ze een onvoldoende had, zei ik tegen haar, wat K. Wil je chocolademelk of wil je warme chocolademelk? Haar moeder, die gaat altijd helemaal uit haar dak. Als haar moeder me hoorde dat ze een 3 had. Ze had een 3 voor Duits. Moeder helemaal wild. Dat kan niet.
Wat was er gebeurd? Mijn dochter is ervan overtuigd dat ze niet goed is in Duits. Dat laatste is niet waar. Het eerste wel, dat ze ervan overtuigd is. Maar ze is goed in Duits. Sie versteht das. Die naam vallen, dat lukt er zo wel. Der anderen, des anderen. Zij was zenuwachtig voor dat tentamen. Dat was op een vrijdagochtend. En ze had zich van tevoren voorbereid en gepland dat ze donderdagavond nog even een nabereiding kon doen. Ja, dan moet je zo'n narcistische borderline stoepmoeder hebben. Die had natuurlijk, Nina, mijn dochter komt thuis. En haar moeder zelf, ja, het is goed dat je thuis bent, want we gaan eten bij Paul en Peter. Of zo. Een homostel of een alleenstaande man. Het zal een alleenstaande man zijn geweest. Dan gingen ze daar eten. Of weet ik, een bevriende familie. Maakt niet uit. Lekker gezellig met z'n allen bij elkaar. En dan komen ze om 21:30 s'avonds pas thuis. En de moeder die wil dan nog even in de keuken lekker een kopje thee drinken. Want het is een gezellige avond geweest. En wat vond je ervan? En toen zei mijn kind, nou, ik lust wel thee. Maar ik wil eerst, ik wil naar beneden. En ik moet nog Duits doen. En de moeder, boos jongen. Van, wat? Heb jij je huiswerk niet af? Ja, maar dat kan niet. Ja, ik vraag dan mijn dochter van, ja oké, okay. En dan hoe liep het dan af? Nou, zei ze, ik zat beneden met mijn Duitse boek voor me. En de letters gingen helemaal dansen voor mijn ogen. Toen ben ik maar gaan slapen, zonder thee. En de volgende ochtend, bij het examen, had ik een blackout. Dat is allemaal heel normaal. En dat komt omdat wij zondige mensen zijn. Dat wij het niet in de gaten hebben. Dat wij niet in de gaten hebben dat we allemaal broeders en zusters zijn. Ook met je kind dus. En je neef en je nicht. En kinderen van wie dan? Niet van de staat, overigens. Ik ben niet iemand van Brave New World. Anders kom ik, als je dat voor mij gaat lopen, jongen, ik snij je dak mee. Wij zijn kinderen van God. En we hebben die idioterie van die psychopathische moeders. En hoe je daarmee om moet gaan. Dus, pak nog even die therapeut even terug. Even het geluid uitdoen, hoor. Alleen maar voor het beeld. Hè. Dit is niet zo'n mooie eindfoto. Maar. Deze is beter. Wat je eraan kan doen. Mijn dochter had echt een fraaie. Ik belde haar op. Ik was bij een vriendin in Westervoort. Doe het heel eventjes, maar de clue die komt. Hè? Dus als je aandacht hebt, hoor je een echt werkelijk gebeurde anekdote. Ik was bij een vriendin en die was in de rouw. En die zei, wil je nog een nacht blijven slapen? Slapen gewoon. Hè? Geen henkie-penkie, maar blijven slapen. Wil je nog even bij mij zijn, blijven. Ik zei, dat wil ik wel. En dat kon ik ook. Alleen, mijn kind, die had ratten van mij gekregen in een rattenkooi. En die moesten water hebben, minimaal. Ik was er al een nacht niet geweest. Dan zei die vriendin tegen mij, bel je dochter.
het zijn toch haar ratten? En toen dacht ik, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Dus ik bel mijn dochter op. Ja. En ik zeg tegen haar, nou, zus en zo is de situatie. Ik zit hier bij iemand in de rouw en ik wil nog een nacht blijven slapen. Jouw ratten moeten drinken en eten hebben. Kan jij dat doen? Waarop zij zei, ja, het is al bijna 8 uur. En ik wil niet meer lopend over straat. Daar hou ik van, hè? Ik zeg, ja, je hebt toch een fiets van mij gekregen? Uit de erfenis van mijn vader. Ja, zij zei. Maar mama, zo noemt ze dan die persoon. Mama is weg. Ik zeg, oh. Met de fiets, dus. Ik zeg, hoe laat komt ze dan terug? Nou, zegt ze, mijn dochter. Ja, tussen 6 en 7 zouden we gaan eten. Het was 7:30 of zo. 8 uur is in de tijd. Ik zei, oh. Nou, als je moeder nou snel thuis komt, dan kan jij nog steeds eventjes heen en weer op de fiets, of niet? Ja, zei ze, dat is een goede afspraak. Nou, oké, opgehangen. Even later nog gebeld. Nou, mama was nog steeds niet thuis. En inmiddels had mijn kind voor zichzelf eten gemaakt. Dat met die vriendin die in de rouw was, liep helemaal goed af. Helemaal niks. Ik ben creatief. We hebben dat opgelost. Het ging allemaal goed. Later vraag ik aan mijn kind, hoe is dat afgelopen? Nou, de moeder die kwam om 9:30 s'avonds thuis met 2 dozen pizza van de supermarkt. En roept tegen mijn kind, doe de oven maar aan, we gaan pizza eten. Toen heeft mijn kind tegen die moeder gezegd, ja, we hoeven maar 1 pizza uit te pakken, want ik heb al gegeten. Ik heb al wat gemaakt om 8:15, 8:30. Mijn buik is vol. Nou, toen zakte die moeder als een plumpudding in elkaar. Die kreeg een migraineaanval. Dat vertelde mijn kind allemaal, hè. En die had helemaal kots in de buik. En dan lust ik mijn eigen pizza ook niet meer. We pakken de draad weer op. Het ging helemaal goed met die klant trouwens. Dit is die mooie vrouw waar ik een uitzending over heb gehouden. Het lijkt mij een goede moeder. Een betrouwbaar iemand. Doe haar. Dat heb ik gezegd in een uitzending. Echt een borderline opmerking. Maar terug naar waar we waren. Dat verhaal met die pizza's. Mijn dochter vertelde me later dat dat nog wel een keertje of 3 is gebeurd. En ik vroeg aan haar, hoe ga je daar dan mee om? Nou, zei ze, de laatste keer had ze weer zoiets geflikt. En toen ben ik gewoon achter de voordeur gaan staan. En zo gauw ze de voordeur opende, zei ik, hallo! En zij helemaal blij. En ik zei opnieuw, ik heb al gegeten. Dus kreeg ik weer een migraineaanval. En ik vraag aan mijn dochter, vond je dat dan niet, was je niet boos of zo? Dan zei ze, nee. Ze had al die migraineaanval gekregen. Ja. Moet ik dan ook nog een keer boos worden? Nou, ik dacht het niet. Goed, hè, van mijn dochter.
Doe het haar maar eens na. En zij, dat weet ik wel zeker. En mijn dochter, en dit had ook mijn dochter kunnen zijn. Mijn dochter, die heeft een... Die voelt zich verplicht om bij haar moeder te zijn. En er toch maar voor te zorgen. En zij gaat binnenkort, hoop ik maar, in september, augustus, op school om... En zij wil oudere mensen vooral. Een soort pedagogisch, klinisch dingen. Oudere mensen helpen. Lijkt me een heel erg goed idee. Want zo iemand als de moeder van mijn kind, met dat gekrijs en dat geschreeuw. Wat heeft een kind daaraan? En die worden dus wel ouder. Dan zijn ze dus ouder. En dan? Nou, dan hoop ik dat jij mijn dochter tegenkomt. En ik zal ervoor zorgen dat zij... Zij zal deze vrouw niet kunnen helpen, denk ik. Deze vrouw woont te ver weg. En deze vrouw is al 29. En mijn dochter is pas 17. Zij moet afgestudeerd zijn. Als mijn dochter 29 is, zo oud als deze vrouw. Dan zou ze haar kunnen helpen. Erg goed, die opmerking van die therapeuten. Want juist met een psychopathisch mens moet je heel erg aanwezig zijn. Moet je echt alles zien wat ze doen en helemaal registreren. En voor de rest niks. Maar een psychopathisch mens moet je eigenlijk gewoon lekker laten gaan. Er valt toch niks aan te beleven. Je moet er niks aan vragen. Je moet alleen maar zeggen dat er dingen gaan gebeuren. Het is niet hoe wij met elkaar om wensen te gaan. Ik vind het gewoon prettig dat je van elkaar weet wat er gaat gebeuren. En als iemand een keer de deur uitrent, ja, dan zal er wel wat aan de hand zijn. En dat hoor je dan later wel. Maar niet de hele tijd de deur uitrennen. Die abortus en die mislukte verjaardag van mijn dochter. Die mislukte Valentijnsdag. Toen werd ze alsmaar gekker. En toen kwam de scheiding. En ben ik gewoon als de eerste beste buitenlander, vluchteling, gewoon op straat gezet. Bij Gods gratie mocht ik slapen op de bank. En dat was het dan. In mijn eigen huis. Ja, zo gaat het met psychopathische mensen. En een van die dingen, dat is een heel leuk filmpje. Er zijn drie woorden die psychopaten niet kunnen zeggen. En dat is, op zijn Nederlands is het vier, maar op zijn Engels, I was wrong. Dat kan een psychopaat niet over zijn lippen krijgen. Dat gaat niet. Psychopathische mensen die hebben zo'n enorme rekening. Bij, niet met mij of zo. Ik kan er wel tegen. Word ik net er gek van, maar ik ga er niet dood aan. Maar mijn vader heeft er een broertje dood aan. Mijn vader heeft de Bijbel laten schrijven. En daar hou je je maar aan. Als je dat niet eens kan. Dan ben je af. Heb je het woord van mijn vader niet gelezen? Niet begrepen? Niet willen lezen?
En dan ben je klaar. Niet met mij, maar met mijn vader. Met mijn vader. Dan ben je klaar. Niet met mij, maar met mijn vader. Want wij zijn hier op deze wereld gestuurd door de Heere Heren in onze blote kont. Net als de eerste beste Arnold Schwarzenegger in de eerste beste Terminator movie. Om het te doen. En zo moet het maar gebeuren, vind je ook niet? Dus reuze bedankt dat jullie dit uitgekeken hebben. En stilgestaan hebben bij die psychopathische mensen. Waarmee je niet om kan gaan. Tenzij je in een afhankelijkheidsrelatie zit zoals mijn dochter. Die zich nog steeds verantwoordelijk voelt voor haar moeder. Terwijl ik haar probeer te vertellen van lieve kind. Je zorgt al voor je moeder vanaf je 5e jaar. We zijn nu 12 jaar verder. Hoeveel jaar moet jij nog voor je moeder zorgen voordat zij het bejaardentehuis ingaat? Het moet een keer stoppen. Een kind moet een kind zijn en een moeder moet een moeder zijn. En als je als moeder het kind uit wil hangen, ja, dat is best. Maar ga op zoek naar je eigen luier. En ga niet je kind nog langer vragen om voor je te zorgen. Dat is belastend voor zo'n wezen. En mijn dochter die heeft nog mazzel. Want die heeft mij nog. Ik ben even op zoek hoor. Ik weet nog dat zij op een maandag, zo op maandag en dinsdag was ze altijd bij mij. En dan vroeg ze, pap, kan je mijn spijkerbroek wassen? En ik keek op de klok en het was 4:30. Ik zei, dat is geen probleem. Uw wasmachine draait 2 uur. Is het 6:30? 7 uur. Ja, dan doen we de droger aan. Ja, om 9:00 alles klaar. En een week later vraagt ze dat weer aan mij. Dat vond ik gek. En ik vroeg aan haar, waarom? Het is niet dat ik dat niet wil. Daar gaat het niet om. Maar die zieke vrouw, die zieke moeder, die heeft de voogdij. Die heeft de wasmachine die ik betaald heb. Dat is een Bosch. Dat is best een goed apparaat. Wat mankeert er aan de wasmachine van papa? Nou, mijn dochter zei van ja, die wasmachine doet het wel. Maar zij doet het niet. En ik heb maar 1 spijkerbroek. En anders moet ik dat stomme apparaat van vorig jaar met de verkeerde mode. En dan sta ik vol lul in de klas. Het is nog een paar keer gebeurd. Zo'n moeder doet maar wat. Noemt zichzelf moeder. Oh, ik heb het zo druk. Dus dat zegt ze altijd, hè? Mijn kind kwam ook een keer naar me toe. Dat ze had een heel erg leuk verhaal gehoord van haar moeder. Over hoe ontzettend moeilijk het was toen mijn kind geboren werd. Nou, ik tegen mijn kind, hoezo? Je moeder had zwangerschapsverlof. En iedere dag kwam Hans van Soest, die eikel, die kwam op bezoek. En zij moest de borst geven. Dat was een beetje het enige wat ze deed. En dan mocht ze geen kool eten van zichzelf, want dat is niet goed voor je kind hoor. Oh, geen kool. Nou, ik lust helemaal geen kool. Dus... Maakt mij dat uit.
Zo zijn die moeders. Mijn kind kreeg geen winterschoenen, ze kreeg geen winterjas, ze kreeg geen warme kleren aan naar school. En het eten, dat was abominabel van kwaliteit, behalve als er gasten waren. Maar nooit in mijn herinnering heeft die moeder echt lekker gekookt voor mij en mijn kind op een doordeweekse dag. Pannenkoeken bakken, dat kon ze heel goed. Hele stapels. Met kinderen omgaan kon ze absoluut niet. Ik ga naar de afronding toe. Mijn kind die zat op een kinderdagverblijf aan de rand van een armenluiswijk. Heel mooi, echt heel mooi kinderdagverblijf. Ook een hek eromheen. Dat is niet omdat de kinderen dan weg zouden wandelen. Dat is om de pedoseksuele viespeuken buiten de deur te houden. Dus dan weet je dat je kind daar veilig is. Want die lopen daar in de rondte, dat weet ik. En nog wel andere tuigen. Dan moesten we op zoek naar een school voor het primaire onderwijs. En op weg naar het kinderdagverblijf, daar was een school. Echt een hele leuke school. Qua ligging. Grappig gebouwtje. En later, jaren later, hoorde ik dat dat een hele erg leuke school was aan de binnenkant. Ze hadden daar een programma opgesteld, juist voor kinderen die van de ouders weinig aandacht krijgen. Dus dat krijgen die kinderen op school. Thuis geen aandacht, maar op school wel. Maar dat wist ik toen niet. Ik had alleen maar gezien dat het zo'n school was. En dat was dichterbij dan het kinderdagverblijf. Ja, het leek me wel wat, hè. Ik stelde dat voor, niet eens dat het moest, maar als optie, als idee. Zou die school doen? Mijn kind was toen 2, hè. En zij ging helemaal uit het dak. Die school? Nee, die school. Ja, gillen, jongen. Krijzen. Ja, je weet hoe die psychopaten zijn, hè. Cluster B uit de DSM-4. Narcisten, sociopaten, psychopaten, kortom, geestesziekten. En dan vervelend. Ze zijn fobisch, psychotisch en vervelend. Ze maken andere mensen het leven zuur. Zij ging dus schelden van, hoe durf je die school voor te stellen? Ik hield mijn mond maar. Ze ging uiteindelijk, mijn kind, naar een andere school. Dat vond ik ook goed. Die was ook dicht in de buurt. Die had niet zo'n aangepast leerprogramma. Dat was niet zo'n leuke school eigenlijk. Niet een heel erg drukke school. Veel kinderen op weinig vierkante meters. Komt mijn kind op die andere school en dan gaat die psychopathische moeder het helemaal het licht zien. En zegt ze tegen mij, ik wil ook onderwijzeres worden. En nou komt hij, hoor. Zij moest een opleiding gaan doen daarvoor. Om lerares te worden. Basisonderwijs, primair onderwijs. De PABO heet dat. Nou, daarbij is de stageplaats niet vrij te kiezen. Omdat die mensen in het primair onderwijs, die zijn al overbelast met 30 kinderen in de klas, waarvan de helft niet eens Nederlands kan. En zo'n stageplaats krijg je toegewezen.
Nou, 3 keer raaien welke stageplaats zij kreeg toegewezen. Verplichte. Dat was die school. Nou, daar is ze, moest ze iedere woensdag, had ze daar stage en dan moest ze ook nog tussendoor 's avonds een werkstuk maken. En ik moest dan inspringen, want ja, ik ben heel erg druk met mijn cursus. Dat deed ik allemaal getrouw. En dan komt ze op een dag, komt ze thuis. En dan zegt ze tegen mij, ik heb een standje gekregen. Ik zo, oh, wat nou dan? Nou, zegt ze, ik snap er niks van. De opdracht was dat alle kinderen een tekening zouden maken. En die zouden ze aan hun moeder geven. En er was een jongetje en die tekening van dat jongetje, die leek helemaal nergens op. Dus ik ben op dat jongetje afgebeend. En ik heb tegen dat jongetje gezegd, van jongetje, het is nu 3:15. Je moeder komt om 3:00. En zo'n tekening, waar bijna niks op staat, nou, daar zal je moeder niet blij mee zijn. Toen werd ze op haar schouders getikt. En werd er tegen haar gezegd van, standje. Werd ze tot de orde geroepen. Nou, dat heeft ze nog wel geteld 2 keer gedaan. En de 3de keer kwam ze dus op haar stagemiddag. Dat ik thuis moest zijn om op het kind te passen. Dan kwam ze al om 1:30 of zo. Kwam ze thuis met al haar spullen. En toen zei ze heel beteuterd, nou zeg, ik ben van school afgestuurd. Gelukkig maar voor die kinderen. Want zoals zij met kinderen omgaat, zo ga je niet met kinderen om. Zij heeft mijn dochter omver getrapt. Dan loopt ze gewoon van A naar B. En mijn dochter zit dan, ja, volgens haar echt heel erg onhandig in de weg. En die schopt ze gewoon. En dan struikelt ze bijna. En dan vloeken, jongen. Wat doe je hier? Ik zie dat er kraak op. Dat is de psychopaat. Ik weet niks anders dan te zeggen dat je dat soort mensen moet mijden. Niet mee omgaan. Het is verschrikkelijk. Je moet ze aan hun lot overlaten. Ze heeft dat ook nog geflikt om mijn kind pas om 9:30 op een zondag thuis te brengen. Terwijl we toch echt afgesproken hadden dat het om 8:00 s'avonds zou zijn. Om 8:00 s'avonds kreeg ik ook een warrig sms'je in de zin van we komen eraan. De afspraak was niet dat zij maar 8:00 s'avonds zou sms'en. De afspraak was dat zij s'avonds om 8:00 mijn dochter af zou leveren, want dat lieve kind moet 's morgens om 6:15 op. En een kopje thee met honing. Vaccinelichtje branden. Even tot rust komen en dan naar bed. Zij zit gewoon met mijn kind tot 00:30, 01:00 s'nachts in de kroeg. Terwijl het haar clausule was voor het ouderschapscontract, dat niet mocht. En die leuke vrouw, die mediator, die zat echt naar mij te fronsen. En ja, van wie komt dat? Van wie komt dat? Daar ben jij zeker in. Dat is jij met je kind. Nee, natuurlijk niet. Nina heeft de pesthekel aan rook.
En waarom? Nina is heel zelfstandig. Tegen haar kan ik gewoon zeggen van ik ga schaken. En hoe laat ik thuis kom, weet ik niet. En waarschijnlijk maak ik jou op tijd wakker. Maar je hebt een eigen wekker. Ja. En je ontbijt staat klaar. Ik ben de deur uit. En zij neemt gewoon haar kind mee naar de kroeg. 1:30 s'nachts. Ik begrijp niet waar die psychopathische mensen mee bezig zijn. Behalve dat ik begrijp dat ze echt te dom zijn om voor de duivel te dansen. En dat gaat ze zuur bekomen. Vengeance mine. Romeinen 12, vers 19. Hartstikke bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgs zag ik tjus en dag lieverds.